choices you made, would you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again? Again, 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 again. All the lies that you told, did you believe in them? Hallo kijkers van het kanaal Politiegroepen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we op de BE, dat hebben jullie zoveel aangevraagd, op de Discord. Bij de Discord nog niet gejoined, linkje staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon starten, ik ben vandaag met Max. En Max is nog niet eerder voorgekomen in een video. En heeft ook nog niet eerder op de BE gereden. En dat is natuurlijk wel heel speciaal als je dan opeens in dienst mee mag draaien op de BE. Max is ook in het algemeen nog niet eerder in de video's voorgekomen. Dus ik ben benieuwd. We gaan rijden. Noodknop, daar zijn beide dingen. Noodknop ingeduwd. In Brakwijk. Collega, zien we liggen. We missen nog een eenheid vrij. Gebied afzetten. Denk die wel. De motorrijders. Ja, helemaal zwart outfit. Zwarte masker op. Oké, waar heb je last? Last van mijn hoofd. Last van je hoofd, waar ben je mee geslagen? Zeker, maar ik dacht gewoon vuisten. Oké, ik ga even je hartslag voelen. Oké, je hebt een redelijk normale hartslag, voel ik zo. Wat voor een dag is het vandaag? Woensdag. Klopt. Goed, kan je opstaan of niet? Nee. Je kan niet opstaan. Oké. Ik heb er wel hulp bij nodig. Okay, heb je een open wond op je hoofd? Want ik zie nu nog niks. Nee, ik heb. Je mag even op afstand blijven. Nee. Voel je ergens iets? Ja, zullen we even de omgeving een beetje veilig maken? Zou dat wel helpen? Gewoon echt op mijn voorhoofd. Natuurlijk, dit is heel erg pijn. Ja, ik zie inderdaad een open wond. Mag je even wachten verlaten? Gaat je dat? Even pakken. Oh ja. Yes. Oké. Okay. Ja. Loopt daar aan de oostelijke kant, dat huis daar, collega? Die daar? Ja, ja. Daar loopt iemand achter het huis daar, mogelijk een beetje een verdachte beweging. Kun je even een kijkje nemen? Blijf ik hier even bij ons? Ja, ik heb het. Eén hè? Zitten, dus als je daar een oogje op kan houden. Ja, daar hou ik een oogje op. Als jij even daarachter gaat kijken in het huis. Ja, nee, is goed, ga kijken. Ik zag er iets bij. Nou, ik zie hem daar weer bewegen, ik ga nu naar rechts.
collega, je moet wel even in de gaten houden. Loopt iemand achter de huizen. Loopt een beetje wazig te doen. Een beetje door de tuin heen te spullen. Dus pas even op. Ja, als hij maar niet hier dicht in de buurt komt. Nee, dat is goed. Maar onze collega is in ieder geval even nu daarheen om te gaan kijken. Ja. Hey, heb je nog ergens anders last, of niet? Nee. Niet? Oké. Okay. Kan je opstaan, denk je? Of kan ik je helpen met opstaan? Ik denk helpen met opstaan. Ja? Goedendag, meneer. Hallo? Hallo, wat is er aan de hand hier allemaal? Dat is niks van uw zaken. Ik zou in ieder geval vriendelijk vragen om dit gebied in ieder geval niet te betreden. Dan zijn we in ieder geval heel open tevreden. Doe je het wel, dan luister je niet naar mijn vordering. Dan ben je bij de derde vordering aangehouden. Dat snap je toch? Ja, helemaal top. Wens ik je nog een fijne dag. Nog iets gezien, collega? Nee, niks meer gevonden. Maar ik heb net wel aangehouden hier voor een flinke hoeveelheid wiet en een machette. Ik heb een klaphand, dus ik heb even geen manier om hem te vervoeren. Maar moet je gewoon even de ANWB bellen? Komen we met een bandje? Nee, is goed, dat doe ik dat even. Ja, dan gaan wij daar even ons probleem naar het ziekenhuis brengen. Snel. Ja. Yo. Nou, Max, daar kunnen we gaan. Nee, kunnen we niet gaan. Kunnen we wel gaan, kunnen we niet gaan. Leef je nog, Max? Daar is Max weer. Ja, ik ben er weer. Zo, dan brengen we jou even naar het ziekenhuis, collega. 42-51, eenmaal achtervolging te voet. We rijden heel even terug. Yes. En dat begrepen we gewoon weer naar gaan, hoor. Staan blijven, politie! Je mag staan blijven. Nogmaals, je mag staan blijven met je handen omhoog. Je bent ten alle tijde aangehouden. Bij elke verdachte beweging wordt geschoten, dat snapt hij toch? Hou je kopje kakken toe. Omdraaien. Nogmaals, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Je mag je omdraaien en je handen tegen de muur doen. Dat is die goeie. Neem hem maar mee, collega. Hou hem maar vast, voordat hij daar ook weer gaat rennen. Hey. Pak hem maar vast. Ja, amateurs. Kakken toe. Haha. Goed, je hebt recht op een advocaat, je hebt recht op een tolgang. Anders wil je zeggen, kan ze al tekeningen gebruiken. Bla, bla, bla. Je bent niet tot antwoord verplicht op de vragen die ik u stel. Ik ga even fiëren. Ik ga even tegen de auto aanzetten. Alweer? Voor de derde keer al, hè? Word ik gefouilleerd. Ja, voor de derde keer. Ik denk dat ik bij me heb, een LCD-TV of zo. Nou, dan ga ik het u alsnog vragen of enige mailen bij u die niet toegestaan zijn. Nee. Oké, dan is dat een orde. Lekker fieren. Ik heb geen inbraak gepleegd, ik heb niks bij me, ik begrijp er helemaal niks van. Ik word onterecht word ik aangehouden. Nogmaals, ik ben nu aangehouden voor vlucht voor politie. Ja, ik lig er geen seconde wakker van. Jullie zijn een stelletje prutsers, die inbrekers lopen al twee keer jullie daar uit te dagen, rondjes te rijden. En als jullie laten me onschuldigen, pak je op. Dat heeft hij bij Max? Ja, papa heeft plus. Dat is niks. Beetje cash en ja. Daar komt de collega aan. Kunt u van me overnemen? Hallo? Even van je telefoon af. Ja, dankjewel. Je mag hem van me overpakken. Ja, is goed. Alsjeblieft. Weet u hoe dat werkt? Ja, helemaal top. Puur hoeft dat niet te doen. Ja, ja, ik heb een helm op, dus dat scheelt me. Zo, kunnen wij er even door? Ja. De
42-51, status 5. Zo, zijn we er bijna. En, kijken wat de arts je kan geven, Lido. Druk hier. Oeh, we gaan er met zijn clown naar buiten. Welkom eroverheen, waar clownen naar buiten gaan. Even kijken. Nou, kom aan, dan kan je weer leunen op mijn schouder. Max, blijf mij even zitten. Ja, ik mag hier wel wat verder. Oh ja. 3 hours later. Zo, collega, wel afgevoerd. Kunnen wij er weer vandoor. Even kijken op rond regio Blokkenpark, daar is het meestal wat druk. Even hieronder kijken, hier staan meestal iets van hangjongeren. Vrij rustig. Ja, Max. Die hier links, hè. Ja, die bokkenrijders of zo. Ja. Met al dat zachte mensen aanging, tenminste. Dus. Ik vind dat maar, ja, ik vind dat het een rare type is. Sowieso als je in een motorclub zit. Kijk, je hebt wel motorclubs. Nou ja, je hebt motorclubs die heel vriendelijk zijn. Je hebt motorclubs die het criminele pad op gaan. Maar ik denk dat dit wel zo iemand is die criminele pad op gaat. Want, ja. Ja. Ja, maar sowieso, hun hebben ze juist ook al een collega. Oh, dat was net die ene die collega. Ja, volgens mij was dat die bokker. Ja, ik was natuurlijk even de omgeving aan het checken, maar jij was met hem in gesprek. Hoorde nee, wel maar zoiets, je zag toch wel die auto die wegreed hier? Nee, ja, 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 die persoon die hebben we aangehouden, die is ook een bokkerrijder. Ja. Ja, die rode auto, dat staat daar net ook op het terrein. Nou mensen, dat was het einde van de video. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van de video. Ik wil in ieder geval wel nog even uitleggen. Dat de BE-specialisatie dat is gericht op meldingen waar chaos is. En een melding waar chaos is, ja, dat moet gewoon. Er zijn niet heel veel meldingen van in Roeveen. En als ze er zijn, dan worden wij ingeschakeld. Nu is deze video niet echt een hele erge melding, behalve dan die noodknop binnengekomen. Maar wat willen jullie nou echt zien? Ik kan jullie noodhulp aanbieden. Ik kan jullie elke specialisatie aanbieden, maar jullie moeten wel opletten. Op welke meldingen wij af kunnen. Dus deze video is iets korter in verband met die reden. En ik hoop jullie weer bij een nieuwe video te zien.